Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl. Verder gaan met de verrichtingen van de Steyr. En gaan wij eens even kijken naar Steven van Eden met Adriaan. Voor de eerste officiële. Gisteravond hebben we bedrijf hier de Steyr gewonnen. In de 3,6 Supersport. In de standaard de Steyr gewonnen. Dus daarmee is Adriaan in vrijheid. Hier dan komt uit voor de vermaak. Het lijkt dat toch een hele mooie afstelling te zijn, zo op voorhand. Waarbij het de eerste officiële is. Die wij... Dus die stuurt daar dan nee, niet met een massie, maar met een bassie. 1,5 ton en de 4,5 ton. Ook in die lichtste sportklasse zoals we die kennen bij de NTTO is de competitie hevig. Is de onderlinge concurrentie meer dan mooi. Dat betekent dat op wedstrijd en wedstrijd weer een hele mooie beelden opleveren. Je sponsor naartoe te gaan. Niet dat dat geldt voor bijvoorbeeld deze combinatie. We gaan er zijdelings als voorwaarts, maar ik zag wat gematigde kopjes en ik zag heel veel andere kopjes, kopjes koffie. En dat heeft te maken met een van de zaken die zich gisteravond heeft afgespeeld, maar het zal natuurlijk Red Indian zijn die met name de transmissie hier in Hoogeveen zal willen beoordelen. Dat was na wekenom niet helemaal goed. En daar is een hoop werk gezet. En dat gaat in Hoogeveen voor de eerste keer in de camping. Oeh, wil ik zeggen, ziet er heel goed uit. Maar er wordt hier wel gereden op een wijze zoals dat misschien toch wel de omstandigheden vragen. 99,84. Dat is 16 centimetertjes te kort. Bierfleslengte te kort voor het Indiën voor de volbol. We spelen de rest van de dag. Als het gaat om niet alleen de organisatie, maar met name natuurlijk ook de sponsoring van het evenement. Wat hier toch wel op een voortreffelijke wijze is onderbouwd. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de pot. Kijken naar Zero Tolerance, Henk-Jan Reineveld. Ja, dat is
al een keer gereden in deze sleepwagenafstelling. Toen, ik dacht 89 meter. En gaat nu dus ten tweede malen voor het echtje. Kleine beer. Is het Wouter van de Heide, die gaat proberen net zoveel eremetaal te behalen als dat voor Alfon, voor vader Jos uit de Heide is gereden. Jaar de eigenschap heeft staan, want als Jos daarmee gereden heeft, ik denk dan een wedstrijd in Elst. Oordelen en we gaan eens even kijken in hoeverre Chimpren zich die compositie kan verdedigen. Trekt in eerste instantie naar links toe weg. Van de dag van de 2,5 pond, ja, kunnen gaan welkom en dan moet dat haast wel in orde zijn. Nou, ik denk het wel. Dan gaan wij naar die andere steier. Dan gaan wij even kijken of dat de steier eer, of dat het dit geval door Van de Brand komt. Richting de linkerzijde van de baan begeeft en daarmee een monstermooie plek heeft. Oftewel, alle rook, alle stof gaat zometeen lekker over de tribunes heen. Lekker snuiven, lekker genieten, weet je wel. En dan sta je dan weer handen omhoog aan de overkant te kijken van ja jongens, krijg ik er nog iets tastbaars van mee? Nou, ik denk dat dat voor de mensen die het aan de vrijwillige stof was, kunnen we ook over discussiëren, maar hij gaat nog een tweede keer. De start hier in de winter. Ja. Het lied nog lang de laatste noot niet geslagen heeft. En wij gaan proberen elkaar een heel mooi volgend compleet hier in Hoogveen aan de boord te manieren. Hier ook natuurlijk een grondstuk uit het Limburgsland. Deze grondslag kent misschien wel als als ik daar een veronderstelling maak als zijnde van iemand die de omstandigheden kent. Als ik dan spreek over deze grondslag, maar daarbij dat we even een klein stukje richting zijn we hier straks de witte doorgetrokken krijtlijn. Die dan weer niet redden, heel van de trekkende combinatie. En hey, gaan wij door naar nummer 2, als Red Indian. En onze kies is, die dan zich voorzetten. Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.